Hey, hallo jongens, meisjes. Ik ga jullie een uitleg geven over de balansmethode. En ik laat even zien aan de hand van een balansweegschaal. Het wordt wel eens gebruikt om fruit af te wegen of andere dingen. Je ziet het soms op de markt, niet in Nederland denk ik. Maar als je vakantie gaat naar het Midden-Oosten of naar Turkije, dat kun je misschien nu beter niet doen, dan zie je hem nog zeg maar, gebruikt worden. En als die in balans is, dan zijn de schaaltjes dus even zwaar. En dan staat die ook horizontaal. En dan is links en rechts gelijk aan elkaar. En als het schuin staat, dan is het dus niet meer in balans. Nou, we gebruiken de balansmethode als wiskundevaardigheid. En je komt het ook tegen bij andere vakken. Met name bij economie is het handig als je wil weten van hoeveel moet ik verkopen om winst te maken. En wij gaan bij wiskunde kijken naar dat soort opgaves, economieachtige toepassingen, maar ook verhaalopgaves. Oké. Rechts zie je een tekening, een balansweegschaal. En nu schommelt die niet meer, dus hij is in balans. En als iets in balans is in de weegschaal, is dat in wiskunde een is-teken. Dat wil zeggen, het is gelijk aan elkaar. En eigenlijk wat de essentie van de balansmethode is, is wat je links moet doen, moet je ook rechts doen. Je mag niet iets doen links en het rechts niet doen. Je moet het aan beide kanten doen. En dat geldt ook voor je is-teken. Wat je links van de is-teken doet, moet je ook rechts van de is-teken doen. Nou, we gaan wat wegen. Oké, een mandarijn en een blokje weegt 8 blokjes. Ik schrijf het even op in wiskundetaal. Mandarijn M plus 1, dus 1 blokje, stel de getallen voor, is 8 blokjes. Ik wil weten wat 1 mandarijn weegt. Daar wil ik eigenlijk altijd naartoe bij je balansmethode. Ik wil weten wat 1 mandarijn, appel, x, ik wil weten wat die weegt, wat die waarde is. Nou, dat kan ik hier simpel doen door gewoon links en rechts een blokje weg te halen. Zo. Nou, dat weghalen, als je dat in de wiskunde opschrijft, dan is dat min 1. Als ik dat links van mij steken doe, moet ik het ook rechts doen, anders is het niet meer in balans. Nou, dat heb ik gedaan en dan zie je 1 mandarijn, nou, dat weegt 7 blokjes. Dus M is. Nou, nu gaan we naar een Twix. Twee Twixen plus blokje wegen 7 blokjes. Dus 2T plus 1 is 7. En waar wil ik naartoe? Ik wil weten wat 1 Twix weegt. En ik ga dat in stapjes doen en ik moet zorgen dat, mijn balans, dat mijn weegschaal de hele tijd een balans is. Dus hij mag niet schommelen. Ja? Oké, nou, ik haal eerst aan beide kanten 1 blokje eraf. En dan krijg ik in mijn notatie min 1, min 1. Nou, dan krijg ik 2 Twixen wegen 6 blokjes. Dus 2t is 6. En dan is 1t, om dat te wegen, moet ik delen door 2. Dus doe ik aan beide kanten. Links van mijn is-teken schrijf ik gedeeld door 2. Rechts van mijn is-teken doe ik precies hetzelfde. En nu heb ik een Twix weegt 3 blokjes. Dus 1t is 3. Oké, ik ga nu kijken naar een wat lastiger voorbeeld met een x erin. En er staat neem over en los op. Dat wil zeggen, je moet uitrekenen wat een x weegt. Wat is die waard? Maar je kan het ook zo zien, x is een getal. En er staat 3x plus 7 is 22. Dus 3 keer iets plus 7 is 22. En je moet dat iets vinden. De waarde van x. Nou. We gaan het aanpakken als een weegschaal. Dus ik wil de 7 weg hebben. En ik schrijf eerst op waar ik naartoe wil. Ik wil dit weten. X, hoeveel weegt x? Wat is de waarde van x? Dus links naar x en rechts komt een getal te staan. Nou, ik ga de 7 weghalen. Dus ik doe min 7. Links en rechts. Dan krijg ik 3x is 15. Dus 3 keer iets is 15. Wat is dat iets? Nou, om van 3x 1x te maken, moet ik delen door 3. Eigenlijk moet je altijd gewoon delen door wat voor de x staat. Dat moet je gewoon onthouden. Wat voor getal voor de x ook staat, daar deel je door.
Nou, dan krijg ik x is 5. Ik ga dit ook nog controleren. Dat controleren, dat doe ik in mijn gedachten. Hier zie je zo'n gedachtenwolk. Dus je hoeft dat niet op te schrijven. Ik ga mijn gevonden waarde invullen. Dus x is 5, ga ik invullen helemaal bovenaan. Dus dan krijg ik 3 keer x plus 7. Dus 3 keer 5 plus 7. En dat is 15 plus 7. En dat is 22. Ja, dus 22 is 22. Ja, dat klopt helemaal. Dus mijn gevonden antwoord is eigenlijk goed. Moet je altijd ook gewoon checken voor de zekerheid. Ik laat je even meer voorbeelden zien. Het wordt steeds ook wat lastiger. Ik schrijf eerst op waar ik naartoe wil werken. Dus bij B, ik wil links x, rechts getal. Hoe doe je dat? Dan moet ik links de 5 weghalen. Want daar staat de getallen. Die moet weg. Dan krijg ik min 6x is 24. Nu wil ik de waarde van 1x weten. En om dat te krijgen moet ik delen door min 6. Let op, niet delen door 6, want dan krijg je min x. Nee, je wil delen door min 6. Want dan hou je x over. Dan wordt het min 6x wordt dan gewoon 1x. En dan krijg ik 24 gedeeld door min 6. Dus dat is positief gedeeld door negatief, wordt negatief. Dat is min 4. Volgende voorbeeld. 2x min 3 is 12. Die is even wat anders dan a en b. Want hoe moet ik hier min 3 weghalen? Want ik wil links en maar de x overhouden. Hoe moet ik min 3 weghalen? Niet door min 3 te doen. Want min 3 wordt min 6. Dus dan hou je hem nog. Als je min 3 wil weghalen, moet je plus 3 doen. Want min 3 plus 3 wordt 0. Dan gaat het gewoon weg. Dus dat moet ik aan beide kanten doen. Plus 3 plus 3. Dan krijg je 2x is 15. En nu delen door 2. Want ik wil de waarde van 1x weten. X is 7,12 of 7,5. Dat afronden, of dat als decimaal getal opschrijven bedoel ik, dat mag alleen als je een breuk hebt dat mooi uitkomt. Dus bijvoorbeeld 1 tweede, 1 vierde, 1 vijfde. Bij 1 derde mag het niet. Want dan rond je af als je het als decimaal getal gaat opschrijven. Nou, we kijken even nog naar een aantal voorbeeldjes. D, min x plus 11 is 20. Het is altijd een lastige min x. Wat houdt dat precies in? Nou, ik ga eerst zorgen dat ik links eenmaal de x heb. Dus de 11 moet weg. Doe ik min 11. Nou, dan krijg ik min x is 9. Hier staat eigenlijk min 1x. Min 1x is 9. Wat is dan de waarde van x? Dan moet ik delen door min 1. En dan krijg ik x is min 9. Je moet dus altijd onthouden delen door wat voor de x staat. Maar dat is pas je laatste stap. Dat doe je op het einde delen. Nou, voorbeeld 1. 17 plus 5x is 17. Nou, ik wil links en maar de x overhouden. Dus de 17 moet weg. Niet de x, de 17 moet weg. Doe ik min 17 aan beide kanten. Dan krijg ik 5x. En rechts wordt het 0. Want 17 min 17 is 0. Delen door 5. 0 gedeeld door 5 is gewoon 0. Dus mijn antwoord hier is x is 0. Oké, we gaan kijken naar wat toegepaste opgaves. We hebben hier Florissimo. Dat is neef van Floris, denk ik. Italiaanse neef van Floris. Zij werkt bij een restaurant Mamma Mia. Ze maken lekkere pizza's daar. En hij kan berekenen hoeveel hij verdient met de formule b is 5a plus 7. Bedrag is 5 keer aantal uren plus 7. Dat 7 dat is iets van fooi of reiskosten. Nou, bereken hoeveel uur Floris moet werken om 28 euro te verdienen. Nou, we gaan ervan uit dat Floris ook echt werkt en niet stiekem pizza zit te eten. Dus hij gaat serieus werken. Hoeveel moet hij werken om 28 euro te verdienen? Nou, hier gebruik je balansmethode. Je kan het ook op een andere manier doen door tabel uit te proberen, maar hier is een balansmethode handig. Ik neem mijn formule zonder de b.
Dus 5a plus 7. En ik neem het bedrag dat ik moet hebben, moet verdienen of wil verdienen in dit geval. En dat stel ik aan elkaar gelijk. Dus ik zet er een is tussen. 5a plus 7, plus 7 euro dus, is 28 euro. En ik wil weten wat a is. Nou, ik wil links alleen maar de a overhouden, dus ik doe min 7. Dan krijg ik 5a is 21. Die doe ik gedeeld door 5. En dan krijg ik a is 4 1 vijfde. Want 21 gedeeld door 5, de 5 die past 4 keer in 21. 4 keer 5 is 20, dus dan blijft over 1. Dus 1 vijfde. 4 1 vijfde is je antwoord. Je mag ook hier als decimaal getal 4,2 zetten. Nou, mijn conclusie. Florissimo moet 4 uur en 12 minuten werken om 28 euro te verdienen. Hoe kom ik aan die 12 minuten? Nou, 1 vijfde deel van een uur, dat is 1 vijfde van 60. Zo kom ik aan die 12 minuten. Nou, die Floris, dat is best wel een rijke tata. Goed salaris zo. Misschien moet ik ook bij een pizzeria werken. Oké. Volgende. Ik laat je even nu een aantal voorbeelden zien. En bij 1a zie je 3 keer. Ik laat je verschillende manieren zien. Om te laten zien dat eigenlijk... niet uitmaakt of je nou links de x hebt of rechts de x. Je mag het eigenlijk zelf bepalen wat je wilt. Nou, we gaan eerst kiezen om links de x te hebben. Dat doe ik min 1, min 1 aan beide kanten, want rechts of links moet mijn getal weg. Dan krijg ik 5x, dus min 4x plus 27. Nu moet rechts de x weg. Hoe haal ik min 4x weg? Goed uitkijken, ik moet dus plus 4x doen. Dan krijg ik 9x is 27. Je wilt 1x weten, dus gedeeld door 9. Dan krijg ik x is 3. Ik laat even het voorbeeld ernaast zien. Dus weer dezelfde opgave. Maar nu begin ik niet met het weghalen van de 1. Nee, ik ga... eerst de min 4x rechts weghalen. Dat doe ik door plus 4x te doen. Dan krijg ik 9x plus 1 is 28. Nu haal ik links de 1 weg, dus doe ik min 1. Dan krijg ik 9x is 27, gedeeld door 9, x is 3. Nou, dan zie je eigenlijk, maakt je volgorde niet uit of je nou ervoor kiest om eerst rechts de x weg te halen. Of je zegt nee, ik wil eerst links mijn getal weghalen. Dat maakt niet uit, zolang je ze beide stappen wel doet. En pas aan het einde deelt. Nou, dat is een voorbeeld van A. Ik laat je even nu zien dat je ook ervoor kan kiezen om rechts je x te hebben. Dus rechts wil ik x en links wil ik getal. Kom je als goed op hetzelfde uit? Nou, ik wil rechts eenmaal een x overhouden. Dus dan doe ik min 28. Zodat eenmaal min 4x overblijft. Nou, dan krijg ik 5x. Min 27 is min 4x. 5x links moet weg, dus dan doe ik min 5x. Krijg ik min 27 is min 9x. En nu delen door min 9. Krijg je 3 is x. Dat is precies hetzelfde. Of je nou zegt x is 3 of 3 is x, dat is allemaal hetzelfde. Met is maakt dat niet uit. Oké, even wat meer voorbeelden B en C. Wat is nou handiger om te doen? Moet ik links de x hebben of juist rechts de x? Nou, het maakt eigenlijk niet uit. In de meeste situaties is links de x gewoon praktischer. Maar soms is rechts de x handiger. Nou, hier bij B maakt het niet uit. Ik kies ervoor om links de x te houden. Oké, dan doe ik min 2, min 2. Dan krijg ik min 6x is x min 12. Nu wil ik rechts mijn x weg hebben, dus dan doe ik min x, min 1x eigenlijk. Dus dan krijg ik min 7x, want min 6x min 1x is min 7x, is min 12, gedeeld door min 7.
Nou, dat komt niet mooi uit, maar dan krijg je een breuk. Maar dat mag. Je hoeft niet altijd mooi uit te komen. Min 12 gedeeld door min 7. Dat is 1 5 zevende. Oké. Voorbeeld C. Kijk, bij C staat er rechts geen getal. Rechts van die is-teken staat er geen getal. Dus niet is het handiger om te zorgen dat ik rechts alleen maar de x overhoud, want dan hoef ik minder stappen te doen. Hoe kun je dat zien? Ja, dat moet je gewoon af en toe oefenen. Maar als je snel kijkt naar de opgave, kun je een beetje een idee krijgen van wat is nou handig om te doen. Het maakt eigenlijk niet uit, maar ik laat nu even zien dat je rechts x en links getal. Dus ik wil links de 12 houden. En de min 5x wil ik juist weg hebben. Nou, dan doe ik plus 5x. Min 2x plus 5x, dat wordt 3x. Dus 12 is 3x. Gedeeld door 3, dan krijg ik 4 is x. En dat is dan mijn antwoord. Oké, jongens, meisjes. Als het goed is, ken je nu de basis van de balansmethode. We gaan nu kijken naar opgaves met haakjes, decimale getallen en breuken. En ik ga je daarbij een handig stappenplan geven voor het oplossen van dit soort vergelijkingen. Het heet lineaire vergelijkingen. Er zit hier geen x-kwadraat in. Dat is wel belangrijk. Dus een lineaire vergelijking is vergelijking met een x of een andere letter. Maar er moet geen kwadraat of een andere macht in zitten. Oké, eerste stap is altijd haakjes wegwerken. Dat moet echt altijd aan het begin. Als je haakjes hebt, moet dat als eerste stap zijn. Daarna stap 2, breuken wegwerken. 3 herleiden en 4 zorgen dat je links x hebt, rechts getal of andersom. Ik zal even straks toelichten wat het precies inhoudt, al die stappen. Maar je kan stap 2, 3 en 4 eigenlijk door elkaar halen. Maakt niet uit. Als je het goed doet, kom je op hetzelfde uit. Ik raad het je niet aan, maar het is wel mogelijk. En die laatste stap is delen door getal voor de x. Dat moet ook echt pas aan het einde. Nou, we gaan kijken naar de eerste opgave. Pak even mijn sniper erbij. Zo. Oké, ik heb hier min 6 voor de haakjes. Dus ik moet min 6 keer x doen. En min 6 keer 3. Gaan we doen. Volgende stap is herleiden. En dan doe ik min 18 en plus 1 bij elkaar. En dat wordt min 17. Nou, hoe weet je wanneer je iets moet herleiden? Eigenlijk. Als je links van je is-teken twee keer een getal ziet, of twee keer een letter, hetzelfde soort letter, dan moet je ze bij elkaar voegen. Gelijksoortige termen bij elkaar doen. Geldt ook rechts van je is-teken. Het is altijd handiger om dat eerst te doen. Nou, volgende stap is zorgen voor links in x, dus ik doe plus 17. Daarna deel ik door wat voor de x staat, dus delen door min 6, krijg ik x is min 8. Nou, opgave B. De min voor de haakjes. De min betekent eigenlijk min 1. Dat is echt belangrijk. Dat moet je goed onthouden. Dus ik doe min 1 keer x en min 1 keer min 2. Nou, min 1 keer min 2 wordt plus 2. Daar moet je ook goed mee uitkijken. En als ik hier de haakjes wegwerk, rechts, dan doe ik min 1,02. Daar moet je iets van verschrikken, decimaal getal. Keer min 5. Nou, min keer min wordt sowieso plus. Dus dat is 5,1. En min 1,02 keer x is min 1,02x. Nou, volgende stap. Ik haal links de 2 weg. Dus min 2. Nou, nu haal ik rechts min 1,02x weg. Dus dan, hoe doe je dat? Door plus 1,02x te doen. Hier staat links min 1x. Plus 1,02x. Dus je hebt als het ware 1 euro schuld en je gaat 1 euro en 2 cent storten. En dan krijg je ja, 2 cent, dus 0,02. Dan ben je nog steeds een arme sloeber, maar goed, je hebt nog positief zeg maar, geld over. Nu ga ik delen door wat voor de x staat. Dus delen door min 0,02. En dan heb je je antwoord. Een leerling kan ook zeggen, kijk. Hoe kan ik van 0,02x 1x maken? Nou, ik doe eerst keer 5. Dan krijg ik
0,1x en daarna doe ik keer 10. Of in één keer 50. Dat werkt ook. Oké, we gaan kijken nu naar breuken. En bij breuken moet ik weer hele getallen van maken. Dus ik wil van 1/4x wil ik een heel getal maken. Hoe kun je dat makkelijk doen? Alles keer 4. Nou, dan krijg ik 1x is 28. En dan ben je ook meteen klaar. Dan heb je je antwoord. Opgave B. 2/5x. Nou, dat reken je niet zo makkelijk. Dus daar wil ik ook weer een heel getal van maken. En hoe kun je dat doen? Nou, je kijkt naar je breuk. 2/5. Je doet alles keer wat onderaan je breuk staat. Dus keer de noemer. Dus ik doe hier alles keer 5. Maar dat moet ook echt met alles. Met de 2/5, met de 1 en met de 7. Nou, dan krijg ik hier 2/5 keer 5 is 10/5. X. 1 keer 5 is 5. 7 keer 5 is 35. Oké. 10/5 x, dat is eigenlijk 2x. Dat had je ook direct vanaf hier kunnen doen. Want als je 2/5 keer 5 doet, ja, 1/5 keer 5 is 1. Dus 2/5 keer 5 is 2. En nu ga ik de 5 weghalen hier. Want ik wil eenmaal de x overhouden links. Dus stap 4. 2x is 30, gedeeld door 2x is 15. Nou, super. Snel door naar de volgende. Daar heb ik twee breuken. En dit is wat lastiger, want hoe haal ik een 1/4 weg en 2/3? Als ik keer 4 doe, dan raak je eenmaal de 1/4. Dan wordt dat een hele. Maar de 2/3, dat blijft een breuk. En keer 3, dan blijft de 1/4 nog steeds een breuk. Dus hier ga je kijken naar de noemers van je breuken. Dus ik heb een 4 en 3. Dus dan doe ik alles keer 4 keer 3, dus keer 12. Gaan we doen. Alles keer 12. Ja, dat is echt belangrijk bij keer. Dan moet je alles, alle dingen die er staan, keer doen. Nou, dan krijg ik hier 12/4x is 24/3x min 120. Nou, dit kan ik nog vereenvoudigen. 12/4, dat is eigenlijk 12 gedeeld door 4, dus dat is 3x. En 24/3 is 8x. Dat had je ook sneller kunnen doen, weer. Kijk, als je het sneller wilt doen, nou, dan zeg je hier 12 gedeeld door 4 is 3x. En hier, als ik 1/3 x keer 12 doe, is dat 4x. Dus 2/3 keer 12 is 8x. Oké, nu heb ik weer even goed kijken naar mijn situatie. Hier is het handiger om juist links de x te hebben. Dus dan doe ik min 8x. Dan krijg ik min 5x. Is min 20, min 120 gedeeld door min 5. X is 24. Nou, ben ik klaar. We gaan door met de volgende. Oké, jongens, meisjes. We gaan nu kijken naar een hele lastige opgave. Hier zit echt alles in. Haakjes en breuken. En we gaan de stapplan stap voor stap volgen. En je moet steeds goed kijken van wat heb ik en wat ga ik doen. En het ook zo echt zorgvuldig uitvoeren. Nou, ik heb haakjes, dus ik ga de haakjes wegwerken. Min 1/4 keer x is min 1/4 x. Min 1/4 keer min 5 is plus 5/4. Nou, nu heb ik breuken, die wil ik wegwerken. Ik heb een 1/4 en een 1/5. En hoe raak ik die kwijt? Keer 20. 4 keer 5 keer 20 raak ik kwijt. Raak ik 1/2 dan ook kwijt? Ja, die raak je ook kwijt. Dus hier is keer 20 voldoende. Maar je mag ook keer 40 doen. Als je gewoon alle noemers neemt, dus 4, 5 en 2, alles keer 40, werkt ook. Maar keer 20 is hier handiger. Nou, dan krijg ik min 20/4 x plus 100/4 is 20/5 x plus 20/2. En dit is ook belangrijk, ga ik even aanwijzen. Kijk, hier staat min 1x. Dus min 1x keer 20 wordt min 20x. Moet je niet vergeten. Nou, ik heb het niet uitgerekend. Dus min 20/4 x is min 5x. Dit wordt 25. 4x. 10. En dit blijft min 20x. Nou, nu zie ik hier rechts van mij een steken twee keer een x. Namelijk hier 4x en daar min 20x. Dus
Ik doe 4x en min 20x bij elkaar. Dan krijg ik min 16x. Nou, nu ga ik weer naar mijn stap 4. Links wil ik alleen maar de x overhouden. Dus ik doe hier min 25 aan beide kanten. Nu wil ik rechts min 16x weghalen. Dus ik doe plus 16x. Dan krijg ik 11x is min 15. Delen door 11. Nou, dan krijg je een breuk, maar dat is geen probleem. Dat mag echt gewoon. X is min 1, 4 elfde. En nu ben je klaar. Nou, jongens, meisjes, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En je moet ook nog goed oefenen, ook met de lastige opgaves. Oké, dat was het.